Dit is hem dan, de nieuwe Ford Focus Active. En nou zie ik u denken, wat is het verschil tussen de Ford Focus Active en de andere Ford Focus modellen? Nou, de kenmerken van de Ford Focus Active aan de buitenkant kenmerken zich door de daklijsten die zowel op de hatchback als op de station leverbaar zijn. De 17-inch lichtmetalen velgen die standaard onder de auto geleverd worden. En uiteraard het bumperpakket. Het bumperpakket geeft de auto een robuuste uitstraling, maar behoudt daarbij ook nog steeds zijn sportieve uitstraling. Wat we natuurlijk weten van Ford is dat we werken met de 1.0 EcoBoost motoren, zowel in alle modellen, maar ook in de Ford Focus Active. De Ford Focus Active is leverbaar met een 1.0 125 pk handgeschakelde motor. Daarnaast is hij ook nog leverbaar met een 1.5 150 pk benzinemotor. Die is zowel leverbaar met de handgeschakelde bak als met de automaatbak. Voor de mensen die wat langere afstanden rijden, hebben we natuurlijk ook een dieselmotor. Dat is de 1.5 diesel met 120 pk. Deze is op dit moment leverbaar in de handgeschakelde variant. Wellicht later dit jaar komt hij ook in de automaat. De Ford Focus Active kent net als alle andere Ford Focus modellen genoeg ruimte. Daarin is er genoeg ruimte voor 5 personen in de auto. 2 kinderzitjes achterin en ook aan de bestuurder is gedacht. Want daar zit een comfortabele stoel in, zodat je uitgerust en comfortabel op je bestemming aankomt. Standaard is de Ford Focus Active voorzien van de navigatie, climate control en cruise control met de speed limiter. Wilt u nog meer informatie over de Ford Focus Active? Dan horen we dit uiteraard graag. Tot ziens!